Fijn Anders Games, ik ben Bo. En ik ben Roy. En welkom bij weer een nieuwe video van Anders Fanmail. Ja, jullie zien het natuurlijk direct. Wat is dit? We hebben een nieuwe setup, want we zitten nu aan de andere waar de Lady Gaga poses van Bo hangden. Hingen. Het is weer eventjes anders. Ik heb alle posters weggehaald, ook op mijn andere muren. Het is nu wel clean. En ik vind dit, ja, dit ziet er wel een beetje saai uit misschien, maar wel mooier en professioneel. Ja, misschien kunnen we ooit wel hier wat hangen weer. Ja, misschien maar een keer een fanmail of zo. Geen idee. Dus dit is even de setup voor nu. Ja. Als je het niet leuk vindt, jammer dan. Maar jongens. We hebben een primeur voor al die games. We hebben de grootste doos ontvangen. Die we ooit hebben ontvangen. Het is niet mijn doos, het is ook niet mijn doos. Het is de doos van jullie, want het is zo'n grote doos. Oh my god. Als je dan trouwens ook fan wil sturen naar ons, dat adres daarvan zal hier in de beschrijving staan. En dan komt er ons binnen, hè? Ja. En dit hoort nog bij de doos. Oh echt? Dus zullen we eerst de doos even maken? Ja, is goed. Deze doos heeft 7 euro gekost om te verzenden. 7 euro, jongens. 7 hele euro. Het pakket is wel opengegaan tijdens de verzending. Dus ik hoop dat er iets uit. Yo! Lieve opener in plaats van een schaar. Speciaal erbij heb gegeven. Hier zit te snijden alsof het vlees is. Ik snij mijn vlees op kerst. Deze fanmail heet trouwens Project FATG. En zeg maar de mensen die heel veel actief op Twitter zijn, die hebben dit bedacht. En die zitten ook heel veel te tweeten van Project FATG en zo, bla bla bla. En wij weten dus niet wat het is. Dus dit is van heel veel mensen. Die hebben deze hele fanmail gemaakt. Dus dit is een fanmail van heel veel mensen bij elkaar. Oh jee. Wat is dat? Een shirt! Oh, mijn hemel lieve kinderen. Een crop top! Het is een crop top! Met allemaal namen op en bananen. Oh my god. Dit is zo gaaf. Dit is mijn nieuwe favoriete shirt. Hij wordt voor Chantal hoor. Oh. Nee, grap. Lente, Sydney, Delay, Brent, Diane, Erika. Heel veel namen. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, want het zijn er heel veel. Maar jullie weten, als jullie hierop staan, dan weten jullie het. En nu kan ik zeggen dat ik een ATG crop top heb en jullie niet. Ha! Nee, ik vind het echt wel leuk. Met die bananen. Dit is echt de B. Dit is echt heel B, oké. Nou, gaan we nu naar de doos. Het is een doos in een doos. Dit is inderdaad een doos in een doos. Het is echt een pretpakket. Oeh, het is echt een ATG-doos. Het is een soort surprise of zo. Oeh, voor okay, Sinterklaas. Het is een beetje opengegaan, inderdaad. Dus ik weet niet of alles goed. Wie heeft dit allemaal in elkaar geknutseld, jongens? Wie deze doos heeft gemaakt, krijgt 10 punten van Griffin van Dorp. Of in welk huis dus jij zit. Tot nu toe zie ik alleen maar kranten. Is het letterlijk zo'n groot pakket alleen voor dit? Oh, er liggen ook nog heel veel briefwerk in. Oh god. Heel veel briefwerk. Oh, nu ben ik bang dat ik iets vergeet. Ja, ik ben ook. Daar ben ik ook bang voor. Hele mooie doos. Van André. André's Funbox. Oh nee, er zitten vast rozijnen in. Nou Bo, ik heb hier een Lady Gaga poster voor je Lady Gaga muur. Oh nee, heb ik net alles eraf gehaald. Oh, die is wel super mooi. Maar nou, die gaan we maar hier even ophangen dan, hè. Heb ik het net al wel gereden. Dus niet. Oh, die is wel heel leuk. Nou Bo, gaan we ook een cadeautje openen. Ja, gaan we eerst de André Funbox openen. Waarom zit het zo goed vast, jongens? Ik heb geen tijd hiervoor. Het zijn vast rozijnen. Ik heb een gevoel dat er rozijn. Er zit een rozijn in! Er zit een rozijn in! Oh mijn god! Oh, dat stinkt! Oeh! André, je zit hier in de doos! Oh nee, we hebben weer allemaal plaatjes. Allemaal gekke foto's gekregen. Maar ook van hemzelf. Heel gek. Oh my god. Hij heeft allemaal foto's van zichzelf uitgeprint. Waar hij er heel charmant aan uitziet. Stop niet, het zijn er te veel. Mijn god. Oké, dit zijn echt heel veel. Dit is een hele enge André's Funbox. Oh. Maar wel een hele leuke, maar de foto's vind ik een beetje eng. De ATG-rap. Oké, nou, ik ga de ATG-rap doen. ATG is B, zeg nooit nee. Roy's neus is geen kneus, boos oor is geen snor. Oh, daar is de deur, want ik zeur. Squatten is leuk en ik lig in de deuk. Rozijnen zijn vies, het doet pijn aan mijn kies. Wafels zijn niet paars, dat is iets raars. Deurbellen maakt geluid, drop je verhaal snuit. Eet een banaan, dan voel je je voldaan. Oh. Even door Nuala, heel B. Oh mijn god. En hebben we hier een mega brief. Oh god. Oh, dit kunnen we toch niet allemaal lezen, jongens. Dit is zoveel tekst. Dit is het meeste tekst wat ik ooit in mijn leven heb gezien in de fanmail. Ik ook. Oh, deze is van Nuala. Ik weet niet wat ik moet schrijven, dus ik schrijf doei. Doei. Groetjes, Noala. Dankjewel, Noala, voor je leuke brief. De rest schrijft hele speech. Maar Noala dat? Nou, dat kan. Dus wij gaan al deze brieven even lezen. Hé, hey, tot over een uur, hè? Ja, doei. Nou, de fanmail is echt ontiegelijk veel tekst. En dat kunnen we nu niet allemaal gaan lezen, want we zijn echt heel lang bezig. Dit zijn elke brief
elke papiertje is een ander verhaal van iemand anders. Het is te gek. En we hebben hier ook een woordzoeker gemaakt met onze letters zoals Bokodo, Roy, Banaan, Last of Us, YouTube, Chantal, Squatten, Twerken, Kast, Wafel, hier zo. En het is allemaal gemaakt door... Ja, staat hier op de brief allemaal groetjes van heel veel namen. Dus ik neem aan dat iedereen erbij zit. Als je er niet bij zit, I'm so sorry, ik weet het allemaal niet meer. Groetjes van Erika, André, Anne, Brent, Delay, Dian, Esther, andere Esther, Gaby, Ilse, Inge, Isabel, Kim, andere Kim, Lente, Nadine, Naomi, Nathalie, Nina, Noala, Senna, Sydney en Jasmine. Zo. So. Girl, doe je even squad girl. Het waren zoveel brieven. En iedereen heeft dus één brief gestuurd. Oh my god, dit is gigantisch. Wij gaan dit dus allemaal lezen na de opnames. Heel erg bedankt en heel super leuk. Heel erg bedankt. Dan heb je ook nog een ander doosje. Een heel mooi doosje boven. Heel mooi. Dus die gaan we even openmaken. Het is wel wat kleiner, maar ze zeggen klein maar fijn. Precies. Dus we gaan deze doos even openmaken. Als je nou ook doos wil sturen, dat kan ook naar ons. Precies. Oh. Oh nee. No way. No way. Nee. 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 Stoppen. Nee. Nee. Wienboezeld. Is het echt een wienboezeld? Het is een prank. Yes. Het is een koetjesreep. Het is een prank. Het is een prank. Wienboezeld gaan we niet doen met mijn koetjesrepen. Oh, daar ben ik wel mee. Oh mijn hemel, lieve kinderen. Ik dacht al. Bo, we hebben ballen gekregen. Oh. En niet zomaar ballen, harige ballen. Oh my god. Wee! Oh, er zit ook nog een lampje in. Oh, die zijn echt horror. Oh, nu zitten ze vast. Oh, het zijn Angry Birds. Dat zie ik nu. Woe! Ze stinken wel. Ja, maar dat heb je heel vaak met die dingen. Hier zit er nog één. Heb je er één? Ja, ik ook. Dan hebben we hier een Minion sleutelhanger. Dat wilde Bo altijd al hebben. Nee. We hebben hier een gebruikte Minion gum. Dan hebben we hier een logo ATG. Dat hoort er altijd bij. Ja, dat is een primeur. Zo. Binnenkort misschien een nieuw logo. Misschien. Misschien. Niet ooit. Dan hebben we hier maar liefst heel veel papierwerk. Ik heb geen idee wat het is. Ik vat op. Maar dit is een Bo. En een Roy. En een Chantal. En dan hebben we hier een ATG logo. Bo, Chantal en Roy. Hey, Bo. En dan hebben we hier de brief. Hier hebben we nog eventjes mij getekend natuurlijk. Hey. En hier hebben we nog eventjes Roy getekend natuurlijk. Hey. En we gaan schrijven naar Milligan aan de Rijn. Nooit van gehoord. En dan gaan we nu eventjes de brief lezen. Nou, hartstikke bedankt voor je pakketje, Rens. Het was hartstikke leuk. En de prank vond ik ook leuk. Ik schrok me helemaal verpletterd. Dus dat was heel fijn. Wat gaan we nu doen, Bo? Gaan we even naar een normale brief. We gaan naar een normale brief. Vind ik ook een goeie. Ja. Nou, we hebben hier een hele leuke gekleurde brief. Hij valt op, dus dat is goed. Nou, de brief is uitgepakt. En wat ik hier als eerste heb, is een brief. En dan heb ik hier een Q&A. Natuurlijk. 1. Zeg banaan. Banaan. 2. Hoe oud zijn jullie? 18. Bijna 19. Hebben jullie een huisdier? 4 katten. Een hamster, die niet van mij is. Lach naar de camera. 5. Doei. Dag. Doei. Nou, dan gaan we nu even hier nog de brief lezen. Nou, Charlize, hopelijk spreek ik het goed uit. Heel erg bedankt voor jouw fanmail natuurlijk. En dan gaan we nu door naar de laatste brief van deze fanmail. Oh. En de laatste brief is deze. Is deze. De primeur van de dag. Oh nee, dat hebben we al gehad. Dit is een kleintje. Maar hey, een kleintje is niet altijd slecht, hè? Kleintje maar fijntje. Nou, we hebben hier een logo. Een logo en een Bo en een Roy. Kijk nou. En we hebben een heel klein briefje van Sharona. Nou, dankjewel Sharona voor jouw fanmail. En dan was dit alweer de fanmail van vandaag. Ja, inderdaad. Het was een heel leuk, klein maar fijn. Ze heeft een heel mooi logootje gemaakt. Ja, dat kan natuurlijk ook wel. Heel erg leuk. Dus in ieder geval hartstikke bedankt voor het kijken van deze video. Als je het leuk vond, doe dan een duimpje omhoog op deze video. En als je het niet leuk vond, doe even nog steeds. En laat ons weten wat je van de achtergrond vindt. En dan zien we jullie ook volgende keer weer hier met een nieuwe aflevering van Alvies Gamble bij een andere video. En wat we natuurlijk nog steeds doen is twerken! Oh, twerken! Doei!